Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik je mijn favoriete producten zien van alweer april. De maanden gaan zo hard. Ik heb hier de bakjes staan, hier zitten de producten in. Dus ik ga gewoon even laten zien wat erin zit. En ik vertel je uiteraard meer over de producten, waarom ik ze fijn vond. Producten die swatchbaar zijn, zal ik even swatchen, want ik weet dat sommigen van jullie dat heel erg fijn vinden. Dus mocht je benieuwd zijn naar de producten die in dit mandje zitten en waarom ik ze fijn vond, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee naar deze video. Het eerste product wat ik heb, dat is een oogschaduwpalet en die is het Next Gen Nude Eyeshadow Palette van Catrice. Deze komt uit de Pro Slim Eyeshadow Paletten reeks. Daar hebben ze ook weer nieuwe paletten van uitgebracht. Die heb je kunnen zien in de nieuwe producten van Catrice. Dit is de 010 Courage is Beauty. En deze paletten zijn gemaakt van stevig karton. En wat ik zelf heel tof vind, is dat er dus ook oogschaduwswatches zijn aangebracht op de voorkant. En die lopen dan ook door op de achterkant. Dus ze hebben verder op de achterkant geen plaatje gedaan met de kleuren die erin zitten. Dan heb je in de deksel een grote spiegel. En dan zijn dit de kleuren. Ik vind het zelf heel erg tof dat ze ook weer de namen onder de producten hebben geplaatst. Vind ik altijd heel mooi. En er zitten gewoon een heleboel mooie kleuren in. Je hebt matte kleuren, maar ook shimmer kleuren. En ja, dat vind ik zelf gewoon heel erg mooi. Ik zal even een paar kleuren voor je oppakken. De oogschaduw is heel erg goed gepigmenteerd. Dus ja, je hebt gewoon echt hele mooie kleurtjes. Kijk, ik heb ze hier even geswatcht. Je kunt ze uiteraard gewoon opbouwen, want dat is altijd het fijne bij heel veel oogschaduwkleuren, dat je de kleuren lekker kunt opbouwen. Dus ze zijn ook heel makkelijk te swatchen. En ik vind het leuk dat er toch wel combinatie in zit, want het is wel een Next Gen nudes paletten, maar het zijn niet alleen nude kleuren, want er zitten ook wel echt een paar wat fellere kleuren in. Dus het is gewoon een heel erg leuk paletten waar je leuk mee kan spelen. En ja, ik ben wel heel erg fan van dit palet. Ik was weer heel erg verrast door de mooie ooglooks die ik hiermee kon creëren. Dus dit was absoluut een toppertje. Ik weet overigens niet meer of deze nog verkrijgbaar is. Want er hebben een paar ook plaats moeten maken voor de nieuwe paletten. Maar mocht je benieuwd zijn of die er nog is, als je er interesse in hebt, zou ik gewoon even kijken bij het schap van Catrice. Want ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar ik vond hem in ieder geval heel erg fijn. Dan heb ik een aantal producten uit een trendeditie van Essence. En dit is de hashtag Pink and Proud collectie. Dit is een collectie die heel snel er doorheen vloog. Ik heb een aantal producten die ik heel fijn vond. Ik heb helaas het nagellakje er niet van kunnen scoren. En dat vond ik wel heel erg jammer, want die vond ik er ook heel tof uitzien. Nou, allereerst zit hier een setje in voor het haar. En dat was heel erg leuk, want ik zal hem er even uithalen, zodat je het kunt zien. Hier zit een scrunchie in met soort oortjes. Die kun je gewoon heel erg leuk in je haar draperen. Zelfs met mijn dikke haar lukte dat. Dus dat was een wonder. En je krijgt twee clipjes. En die zien er dan zo uit. Je hebt een beetje een rondere. Met een soort marble lookje lijkt het. En een vierkantere. De achterkant is goud. Ik vond het wel een heel leuk setje. Misschien zou je in eerste instantie denken, goh, ik vind het een beetje kinderlijk. Alleen als je de clipjes in hebt, is het best wel groot op je hoofd. Dus ik zou niet direct zeggen van, ik vind hem heel erg voor kinderen. Omdat kinderen hebben toch een wat kleiner hoofdje vaak. Dus dat vond ik niet. Maar ik vond het wel gewoon, ja, ik vond het wel een leuke toevoeging. Ik vond die oortjes ook wel grappig. Dus ja, ik vond het wel een heel leuk setje. Dus dat is allereerst dan deze. Dan heb ik een hele mooie blush. Dit is de 01 Believe in Yourself, The Wonderful. Dat is een baked blush. Het is eigenlijk een blush lighter. Dus er zitten ook kleine licht reflecterende deeltjes in. Waardoor hij ook weer een beetje oplicht. Ik zag van de, het zijn subtiele gouden shimmertjes die erin zitten. En dat zag je heel licht, maar niet heel erg aanwezig. Dus daarom vond ik hem wel heel mooi als blush. Het is best wel een groot doosje. En dan is dit de blush zelf. Als je heel goed kijkt, zie je denk ik wel een beetje de gouden glittertjes er doorheen zitten. En het effect is echt heel licht. Want als ik hem nu gewoon op mijn hand swatch, zie je eigenlijk, ik ga hem even iets dikker erop aanbrengen, want nu zie je het niet zo heel goed. Kijk,
zie je eigenlijk niet zo heel veel terug van die gouden glittertjes. En dat vond ik op zich wel heel erg mooi. Het is echt een heel subtiel glansje wat hij afgeeft. Maar echt een hele, hele mooie en leuke blush ook. Dan heb ik ook een mascara. En deze vind ik ook heel leuk. Want deze, dit is eigenlijk de welbekende Lash Princess mascara. Alleen dit is dan de eentje die in die collectie hashtag Pink and Proud hoort. En hij is roze. Maar de verpakking is verder eigenlijk helemaal gelijk. Want dit heeft die standaard mascara ook. Ik heb uit het standaardschap heb ik alle exemplaren. Deze heeft de naam 01 You Can and You Will gekregen. En deze belooft Curl and Volume. Ik zal even het borsteltje laten zien. En dit is een borsteltje waar ik wel heel erg van hou. Want hij is niet van plastic. Hij heeft echte haartjes. Maar zoals je kan zien is het best wel een wild borsteltje. Maar ik zag echt wel een soort van... ik zag volume sowieso. Ik zag een lichte krul. Mijn wimpers zijn niet heel erg snel krullerig. Ik moet er sowieso een wimperkruller op zetten. Maar ik zag wel echt een mooi resultaat, zeg maar, met de mascara. Dus ik was wel heel blij dat die ook goed werkte. En ik vind hem er gewoon fantastisch uitzien. Dus dat is deze. Het laatste product uit die collectie, dat is een glitter lipstick. En die vind ik ook fantastisch. Dit is de 01 Sorry Not Sorry. Heeft niet een hele bijzondere huls verder, maar gewoon leuk, zeg maar. Het is een, een glitter lipstick. Verkleurde huid staat erop. Nou, dat vind ik een beetje gek, want lipstick breng je op je lippen aan, maar dat lijkt me logisch. Die ziet er zo uit. Ik weet niet of de glitters heel goed overkomen, maar er zitten hele mooie glittertjes in. En ik was zo verrast van dit resultaat, want ik vond hem zo fantastisch. Kijk eens hoe mooi die is. Ik denk dat de glitters op mijn hand niet heel goed zichtbaar zijn, maar ik vond hem zo fantastisch. Ik vond dit echt heel erg leuk bedacht. Ik hou al van dit soort lipsticks, dus deze is ook echt fantastisch. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Even kijken hoor, wat hebben we nog meer in de aanbieding? Ik heb nog een oogschaduwpalette van Catrice. En dit is het cacao paletten, de matte cacao paletten. En dat is deze. Deze komt uit de collection eyeshadow palettes. En daar hebben ze er al heel veel van uitgebracht. En ik vind het heel erg tof ook dat er zo'n gouden lijntje langs loopt. En deze zitten geen microplastic deeltjes meer in. In deze oogschaduw paletten. Ze hebben een nieuwe formule gekregen. Dit is de 010 Chocolate Lover. Bij de vorige variant stond op de achterkant ook zo'n tutorial. Dat is bij deze nieuwere variant niet meer zo. Je krijgt zeg maar ook in dit paletten een base en highlighter gedeelte. En zo ziet het paletten eruit. Hele mooie kleurtjes. Beetje dus ja, donker, chocolade donkerachtig. Ik ga er eventjes een paar voor je oppakken. Zodat je een beetje een idee hebt van wat is het pigment. Maar kijk, dit is de pigmentatie. Nou, dat is natuurlijk wel heel goed. Ze zijn wel een beetje korrelig, dat zeg ik er gelijk bij. Maar dat is vaak wel een goed teken bij oogschaduw, want dan is het pigment gewoon super goed. En je ziet het eigenlijk ook al direct, hè, op mijn hand, hoe goed de swatches eruit zien. Ik merk echt wel dat het gewoon verbeterd is. Ik vond de meeste andere oogschaduwpalettes uit deze collectie vond ik ook wel heel erg mooi hoor. Maar ik vond deze ook wel echt fantastisch. Dus echt wel een hele fijn, heel fijn palette die ik zeker nog heel erg vaak ga gebruiken. Dus dat is deze. Dan heb ik een highlighter palette van Essence. En dat is deze. Dit is het Choose Your Glow palette. Deze heeft geen naam verder. Hier zitten drie highlightertjes in. Namelijk de Candlelight Glow, de Major Glow en Summer Glow. En ik ga het gewoon even laten zien. Het is een heel bijzonder doosje, want kijk, hij lijkt heel erg 3D. Er zit een hele grote spiegel in en dat zijn dit de kleurtjes. De namen staan er ook weer onder. Je hebt lekker grote pens om in te dippen. Vind ik altijd heel erg fijn, want ik hou er wel van. Want ja, als je zo'n heel klein pennetje hebt, dan vind ik dat zelf helemaal niks. Ik ga ze even swatchen natuurlijk. Je hebt dus echt eentje voor de wat donkerdere dagen.
Maar kijk eventjes naar deze highlighters. Je ziet ze echt lekker glimmen. Ik hou er zelf heel erg van als een highlighter lekker glimmend is. Want ik vind dat fijner als een highlighter die helemaal geen glitter of geen, ja, niet echt wat afgeeft. De namen staan er dus ook onder, wat heel erg fijn is. En er zit eigenlijk altijd wel een highlighter in, eigenlijk die voor iedereen geschikt is. Ik vind de koele highlighters in de zomer vaak heel erg mooi. En de donkere highlighters in de winter vaak wat mooier. Maar ik was echt heel erg verrast door dit highlighter paletten. Dus echt een heel mooi paletten ook. Dan heb ik twee lipbalsems uit de Lotte London x Lila Loves collectie. En dat zijn deze. Ik heb de kleur I'm Blushing en Pucker Up. En dit zijn eigenlijk producten die zich aanpassen naar de pH-waarde van je lippen. Want als je ze ziet en swatcht, zijn ze niet direct heel erg zichtbaar. Maar eigenlijk deze kleur, zeg maar, van het product, die past zich heel erg aan aan jouw eigen lipkleur. Dus hoe hoger jouw pH-waarde is, hoe intenser de lipkleur. Ik laat eerst even de I'm Blushing zien. Het is een beetje een, ja, er zit een lichte glitter in. Het is een vrij licht kleurtje. Ze ruiken totaal niet lekker. Dat moet ik er wel bij zeggen. Dus ik weet niet waarom ze zo stinken. Ze zijn verder wel helemaal dierproefvrij en zo. Want ik weet dat Lotte London dat ook is. Maar de geur is niet aangenaam. Ik kan hem aanbrengen, maar dan moeten we even wachten. Want je ziet hem nu heel licht roze worden. Kijk, dit is dus, wat zei ik, volgens mij was dit I'm Blushing. Maar zoals je ziet is de kleur op de swatch niet heel erg intens. Eén nadeel, want ik vond ze wel heel fijn. Ze verzorgde heel goed, ze voelde wel fijn aan op mijn lippen. Je krijgt er wel een nare smaak van in je mond. En ik heb het idee dat dat komt door de geur. Maar ja, ik vond hem verder wel heel erg fijn. Dus dat is dan deze. Dan heb ik hier Pucker Up. En deze heeft een iets lichtere toon als die andere. Je ziet ook weer die lichte glitters. Ook deze ruikt totaal niet lekker. Die ga ik ernaast doen. Gaan we weer even wachten tot hij iets opbouwt. Maar op de huid is het natuurlijk een hele andere kleur als op je lippen. Omdat het gewoon echt te maken heeft met de pH-waarde. Dit is dus I'm Pucker. Maar zoals je ziet lijken de kleuren nu heel erg op elkaar. Maar op je lippen ziet het er echt heel anders uit. Dus ja, ik vond dit toch wel een hele leuke toevoeging. Ondanks de nare smaak in de mond en de niet lekkere geur. Vond ik ze wel heel fijn. Omdat ik wel voelde dat mijn lippen er lekker zacht van werden. En ik vond het ook wel heel erg leuk dat dit product gewoon bij iedereen heel anders zal uitpakken. Dus dat vond ik ook echt super leuk. Dan gaan we door naar weer een mascara. En dit is de Lashes to Kill Sexy Volume Mascara van Catrice. Met High Volume. En dat is deze. Hier heb ik ook al meerdere mascara's van geprobeerd uit de Lashes to Kill collectie. En ik ben over het algemeen heel tevreden over deze mascara's. Het is een intens zwarte mascara. Hij belooft dikkere en langere en gekrulde wimpers. En voor sexy volume staat erbij. Het heeft een vrij groot borsteltje. Maar wel weer een borsteltje waar ik van haal. Want ook weer met echte haartjes zoals je kan zien. En ik vond het resultaat echt wel heel erg mooi. Ik zag inderdaad echt wel dat mijn wimpers er gewoon langer uitzagen. Lichte krul. Het dikker worden zie ik niet direct. Maar daar moet je hem misschien langer voor gebruiken. Maar ik vond het resultaat van de mascara wel echt heel erg mooi. Want je zag wel echt heel veel verschil bij mijn wimpers. En het ligt er natuurlijk ook aan hoeveel laagjes je van een mascara aanbrengt. De een die kiest voor heel veel laagjes. Alleen ik vind het altijd al een nadeel. Als je een laagje aanbrengt en het wordt hard, vind ik het al heel lastig om er weer een laagje overheen te doen. Dat voelt gewoon niet prettig. Maar deze vond ik ook zeker heel erg fijn. Dan heb ik van Essence een face primer. Deze komt uit de Hello Good Stuff lijn. Hier zit Kerry Hemp Seed Oil in. En ze hebben hier een keer een limited lijn van gehad. En daar hebben ze dus nu een aantal vaste producten van in het assortiment gedaan. En deze is dus zonder siliconen, zonder parabenen en zonder microplastic deeltjes. En ook geen mineraalolieën. De achterkant vind ik wel drama om te lezen, want ze hebben groen op. Ja, de letters zijn heel klein. Om dit stukje wat roze is, staat groene tekst. En op het groene gedeelte staat roze tekst. Nou, voor mij is het niet leesbaar.
Maar ik vond hem allereerst heel erg lekker ruiken. Hij heeft een hele kleine opening, zoals je kan zien. Er komt niet heel veel. Gaat hij dat scherp stellen? Of heeft hij daar een beetje moeite mee? Product uit. Het is gewoon een witte primer, zoals je kan zien. Dus het is niet dat hij groen is. Ja, ik vind hem gewoon heel erg lekker ruiken. En hij voelde gewoon heel erg fijn aan op mijn gezicht. Ook niet echt alsof mijn huid heel erg dichtgesmeerd wordt. En dat vond ik heel erg fijn. Ja, ik ben wel fan van de producten waar dit soort verzorgende deeltjes in zitten. Dus ik vond hem echt heel erg fijn. Dus ook zeker een aanrader. Want ja, helemaal omdat ze nu ook wel echt helemaal een beetje op het naturelle make-up gebied gaan. Dat er heel veel toegevoegde waarden niet meer in zitten. Dat vind ik zelf heel erg fijn. Dus dat is deze. Dan hebben we nog een oogschaduwpalette. En dit is het Wild Eyes palette van W7. En ik vind alleen de verpakking al fantastisch. Want hij heeft echt dierenprint. Het is een palette gemaakt van stevig karton. En dat zie je steeds vaker. En dit zijn de kleurtjes die erin zitten. Dit palette heeft zowel matte kleuren, shine kleuren als glinsterkleuren. En een aantal kleuren zijn dus ook geperst. Dus je hebt geperste pigmenten. En er zit een hele mooie spiegel in de binnenkant. En dan is dit het paletten. Je krijgt er een dubbelzijdig applicatortje bij. Gebruik ik zelf nooit, maar is wel handig. De namen staan er weer onder, dus dat is super leuk. Ja, hele leuke kleurtjes. Misschien denk je, goh, ik vind hem niet heel erg uniek of zo. Dat kan natuurlijk. Ja, dat zijn altijd een beetje de keuzes die je hebt. Dit is het pigment van de oogschaduw. Je kunt hem heel mooi opbouwen. Als je hem op het eerste gezicht ziet, denk je van, nou, ik vind het niet heel erg spectaculair of zo. Dat begrijp ik ook wel. Maar als je er echt mee gaat spelen en ooglooks mee gaat maken, is hij gewoon echt heel erg leuk. Ja, ik ben echt dol op het merk W7. Ik ben daar echt al jaren heel erg groot fan van. Ik vind het leuk dat ze nog steeds paletten zo ook maken. Dus ja, ik vond dit ook echt wel weer een toppertje. En ook gewoon, de verpakking ziet er gewoon fantastisch uit. Het pigment is goed van de kleuren. Je kunt het mooi opbouwen. Dus echt ook weer een fantastisch palette deze. Dan heb ik 3 lipsticks. En deze komen uit de Makeup for Rebels line. Dit zijn de XOXO lipsticks. Ik heb gelijk het gevoel van Gossip Girl. Die eindigt ook altijd met XOXO. Maar ik heb hier 3 lipsticks van. En hier zit vitamine E in. En ik heb hier de kleur allereerst 332 Merlot. Het zijn gewoon een beetje basic hulzen. Dus niet heel bijzonder. Maar dat is allereerst een vrij donker kleurtje die ik heel erg mooi vind. Dus die zijn hele fijne lipsticks, brengen heel fijn aan en geven dus ook verzorging. En ja, dan is dit deze kleur. Heel mooi kleurtje, heel leuk. Ik weet eigenlijk niet of ze een geur hebben, want ik heb nog heel erg de geur van die hemp oil in mijn neus zitten. Dus dat is eventjes lastig. Maar ja, verder zijn de hulzen dus gewoon helemaal hetzelfde. Want deze die is ook helemaal hetzelfde. En dit is dan de kleur 331 Maroon. En dat is ook wel een beetje roodachtig. Maar volgens mij neigt hij meer naar bruin. Ja, zie? Dat is Maroon. Beetje bruin-roze. Ja, ik vind het een beetje moeilijk te omschrijven. Maar ja, het is ook niet echt bruin. Het is niet echt roze. Het is een beetje ertussenin. En dan heb ik de kleur 330 en dat is Desire. Dat is wel een rood kleurtje en dat vind ik natuurlijk alweer fantastisch. Dat is deze. Ook deze is gewoon heel erg mooi. Ja, 3 hele mooie lipsticks. Ik ga hem je even laten zien uiteraard. Kijk, dat is deze, de donkerrode kleur. Heel erg goed gepigmenteerd. Brengen lekker aan op de lippen. Voelen heel verzorgd aan door de vitamine E. Blijven niet super lang zitten, dus je moet ze wel bijwerken. Maar ja, dat heb je vaak wel een beetje met shimmer lipsticks. Maar het zijn wel echt hele mooie lipsticks. Ik heb ze dus bij de Action gekocht een tijd geleden al. En ik vind ze echt heel erg mooi. Dus ook weer 3 hele mooie lipsticks erbij. Dan heb ik nog een mascara. En dit is de Air Volume Mega Mascara van L'Oreal. Dat is deze. En deze belooft een mega volume en 84% van de mensen vindt dat wimpers lichter aanvoelen met deze mascara.
Dus ik ga hem eruit halen. Ik vind het een hele grappige verpakking. Want allereerst, hij is rosé goud. Maar hij is dus ook heel plat. Dus het is niet echt zo'n standaard mascara. Kijk, als ik hier de mascara bijvoorbeeld van Essence neem. En je neemt deze. Deze is heel plat en deze is meer rond. Dus dat vond ik wel heel erg grappig. Maar hij heeft een hele zachte borstel. En hij geeft heel gemakkelijk dus een extreem volume. Krijgen we hem open. Rijdt wel echt puur naar mascara. Dan heeft hij zo'n borsteltje. Wel heel erg fijn borsteltje. En ik was inderdaad heel erg verrast door deze mascara. Van het volume dat hij gaf. Zoals je weet laat ik voornamelijk vooral veel low budget make-up zien. Maar heel af en toe gun ik het mezelf wel eens om een duurde mascaraatje te kopen. En als ze dan maar, dan zijn ze een keer in de aanbieding. Ik ben wel heel erg blij met deze mascara. Want ja, ik was er zo benieuwd naar. En ik heb nu zelf ervaren hoe het in zijn werk gaat. En ik vind hem echt wel heel erg fijn. Dus daar was ik heel erg van onder de indruk. Dus dit vond ik ook zeker een aanradertje. En dan zijn wij alweer toe aan het allerlaatste product. En dat is een oogschaduwpaletje van MW. En dit is een lekker fel paletje. Dit is het 50 Shade Palette Color Burst. En zoals je ziet, hij is heel erg fel. Op de achterkant staat een afbeeldingje. Hier zitten gewoon 15 oogschaduws in. En die zijn gewoon heel goed gepigmenteerd. Je moet ervan houden van deze kleurtjes, dat besef ik ook wel. Ik vind het leuk om af en toe buiten mijn comfortzone te gaan. Dus ja, ik vond het wel heel erg leuk. Dus ik ga hem even een paar voor je swatchen, zodat je echt een beetje een idee hebt van, nou, wat gaat dit doen? Komt-ie. Kijk, dit zijn nou een beetje de kleurtjes. Af en toe vallen ze een beetje weg. Mijn hele hand is ook rood van al die swatches. Maar ik was echt heel erg onder de indruk. Ze blenden mooi uit. Het is wel zo, je moet het durven dragen. Het pigment is eigenlijk heel erg goed. Dus het is wel een palette wat je moet durven gebruiken. Maar ik vind het gewoon wel leuk, zeg maar, om dit soort kleuren echt te gebruiken. Het zijn wel allemaal matte kleuren, maar je kunt ze heel mooi opbouwen. Dus ja, als je een beetje houdt van felle kleuren, is dit ook zeker een heel erg geschikt paletje. Ik vind hem zelf heel erg leuk en ik ben er heel erg blij mee in ieder geval. Nou, mijn mandje is leeg. Dan waren dit alweer alle producten van april. Ja, ik kan zelf eigenlijk niet zeggen welk product ik echt het allerfijnst vond. Want ja, ik vond ze allemaal heel erg fijn. Ik ben wel heel erg benieuwd of er voor jou een favoriet bij zit. Waarvan je denkt van nou, zou ik benieuwd naar zijn. Of die heb ik misschien. Daar ben ik ook heel erg blij mee. Ik vind het altijd wel fijn als er een goede maand tussen zit met veel producten. En ja, ik ben heel erg blij dat alles nu mijn stash in gaat, zodat ik het gewoon weer echt lekker kan pakken. Want het is altijd wel grappig. Het is voor mij altijd weer aan het eind van de maand een verrassing van wat zit er ook alweer in. Maar ik ben in ieder geval weer heel erg blij dat ik jullie deze producten heb kunnen laten zien en dat ik ze in mijn stash kan gaan stoppen. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje met mijn gezicht te drukken, maar ook op mijn kanaal zelf. Daar staat ook een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!